Deze is voor alle mensen met excuses. In 2020 ben ik begonnen met mijn eigen sportroutine. Sportscholen waren dicht, dus moest ik iets anders bedenken. Thuis had ik de perfecte sportroutine gemaakt waarin ik een full body workout kon doen. De sportspullen die ik hiervoor gebruikte waren simpel. Ik gebruikte de schutting als poelenbar, wat dumbbells, een bankje en een kussen voor de buikspieroefeningen. Ik stond droog in de winter en kon naar buiten in de zomer. 2 keer in de week. De perfecte routine. Maar dit veranderde afgelopen zomer. Ik ging verhuizen. Een appartement met eigen dakterras, maar net niet de spullen die ik nodig heb. Ik mis een bankje, een kussen of een zachte ondervloer. En ik mis een pull-up bar. De calisthenics parken in de buurt zijn net te ver en ik ken er eigenlijk geen oefeningen voor. Daarnaast heb ik geen tijd, geen zin, geen ritme. Ik verzin excuses. Allemaal excuses om die perfecte routine niet meer op te pakken. En daar gaan we vandaag iets aan doen. Ik ga de perfecte sportplek maken voor de ideale sportroutine. Ik heb pas het boek Atomic Habits van James Clear gelezen. En hij stelt eigenlijk dat wanneer je de weerstand tot een routine zo klein mogelijk maakt, dat het ook de grootste kans heeft om uiteindelijk een vaste routine te worden. Daarom ga ik dus nu een ideale sportplek maken, zodat mijn spullen altijd op de goede plek liggen, zodat ik altijd makkelijk kan beginnen en de weerstand zo klein mogelijk is. En in een paar stappen ga ik jou vertellen hoe ik dit ga doen. Stap 1. De locatie. De locatie is erg belangrijk voor mijn ideale sportplek. Het moet dicht bij huis zijn, zodat ik mijn sportspullen gemakkelijk mee kan nemen. Het moet buiten zijn, dat is lekker in de zomer en in de winter krijg je het van sporten vanzelf warm. Ook moet er genoeg ruimte zijn om daadwerkelijk te kunnen sporten. Mijn vader heeft al 25 jaar zijn eigen fietswinkel en daar woon ik praktisch boven. Hij had nog een stuk land over achter de winkel. Precies hier. Dit is de plek waar ik uiteindelijk mijn sportplek kan gaan bouwen. Stap 2. De spullen. Welke spullen hebben we nodig om deze ideale sportplek te bouwen? Stenen. Deze jongens mag ik gebruiken om uiteindelijk een stukje aan te leggen van mijn ideale sportplek. Dus daar gaan we ook goed gebruik van maken. Deze lagen nog van de bouw van dit nieuwe pand. Van de stenen maken we een mooi straatje die het prettiger maakt om de spullen goed te bewaren en er natuurlijk gewoon goed uitziet. Ik heb zojuist dit pakket binnengekregen en daarin zit mijn opbergbox die ik zelf dus in elkaar moet zetten. En daarin kan ik dumbbells en andere dingen opbergen voor na het sporten. Ook heb ik nog een pull-up bar nodig om de sportplek helemaal af te maken. Stap 3. Voorbereidingen. Op de plaats waar ik mijn ideale sportplek wil bouwen liggen nog een hele hoop spullen. Die moeten worden opgeruimd. Zo staan er nog fietsen, staan er lege stoeltjes. Dus daarom heb ik vuilniszakken bij me om deze troep op te ruimen. Na het opruimen is het tijd voor stap 4, het bouwen. Vandaag is de dag dat we gaan beginnen aan onze ideale sportplek. Je ziet het, het is schitterend weer. We hadden geen betere dag uit kunnen kiezen. Mijn vader is nu onderweg hier naartoe. Laten we snel beginnen. Let's go! De plek is in ieder geval nog niet heel veel veranderd sinds vorige keer. Mijn vader heeft alvast wat gereedschap neergelegd, zodat we gelijk kunnen beginnen. Het eerste deel van de straat zit erin. We zijn lekker bezig. Het zonnetje schijnt. Schitterend weer. Ik hoop alleen dat we uitkomen met stenen, want dat schijnt nog de grootste opgave te worden. Was dat hem? Volgens mij wel. Na een ochtend hard doorwerken is het resultaat eindelijk daar en ik ben er trots op. Ik heb opbergruimte voor de spullen die ik nodig heb. Ik heb een straatje aangelegd, plus zachte ondergrond door deze outdoormat. Ik heb genoeg ruimte om te sporten en het is heerlijk buiten. Het enige wat nog mist is een pull-up bar. Maar goed nieuws, dan moet je eens kijken wat er vandaag is binnengekomen. Een vriend van me kwam vanmiddag deze brengen. Inclusief pull-up bars, sit-ups kan je ermee doen. Het resultaat. Ik heb mijn eigen ideale sportplek gecreëerd. Buiten, dicht bij huis, met genoeg ruimte om mijn wekelijkse routine weer op te pakken. Dit was mijn manier om van mijn sportexcuses af te komen. Naar mijn idee is dat best aardig gelukt. Ik ben as we speak bezig met een challenge om 30 dagen achter elkaar te sporten. Om zodoende sporten echt tot een routine te maken. En daar komt deze ideale sportplek goed van pas. Dus mocht je daar nou in geïnteresseerd zijn, zorg dan in ieder geval dat je abonneert. Ook als je zin hebt in video's zonder sporten, want die komen er ook aan. Ik vond het in ieder geval heel tof dat jullie keken. Ik ben een nieuwe weg ingeslagen en daarin gaat YouTube een grote rol spelen. Dus mocht je daar nou benieuwd naar zijn, vergeet dan ook niet om mij te volgen. En dit te delen met wie het dan ook interessant zou vinden. Op naar een nieuwe video en tot de volgende. Dankjewel.